Stichting Jillis Bruggeman trapt in het Soos Blauwhuis vandaag een nieuwe campagne af. Ze willen de queer gemeenschap van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis samenbrengen. Ons plan is om met Vlaardingen, Maassluis en Schiedam samen te werken bij het organiseren van ontmoetingen met mensen die genderdivers zijn. En we noemen dat dus queer meetups. We merken dat sommige mensen ons moeilijk kunnen vinden en dat eigenlijk dan ook vaak komt, weten we, omdat ze hun coming out bijvoorbeeld nog niet helemaal hebben gehad. Voor sommige mensen is het gewoon heel moeilijk om dan mensen te ontmoeten. Om een hechtere gemeenschap te worden en eenzaamheid tegen te gaan, komt jong en oud bij elkaar. Van de senioren van de Roze Salons tot de scholieren van het Stedelijk Gymnasium in Schiedam. Als je wat jonger bent is het toch wel spannender om ergens naar binnen te stappen dan dat je al op een leeftijd bent dat je eigenlijk denkt van wat maakt het nog uit, ik ben wie ik ben. En dat hebben heel veel mensen op de middelbare school nog niet. Nou ja, dit is het eerste echte wat grotere project waar we aan meedoen als GSA. We hebben wel meegedaan met de Jillis Bruggeman uitreiking vorig jaar. Daar kwamen heel veel mensen op af. En dat vond ik echt heel mooi om te zien. Jillis Bruggeman was de laatste man die in Nederland werd geëxecuteerd voor zijn homoseksualiteit. Sindsdien is er een hoop gebeurd op het gebied van emancipatie, maar nog steeds is het niet voor alle queer mensen altijd veilig om te zijn wie ze zijn. Ik denk dat het heel erg verschilt, die veiligheid, in waar je woont in Schiedam. We hebben natuurlijk het regenboogpad dat een keer beklad is geweest. Bij Soos Blauwhuis wordt geregeld, de regenboogvlag wordt gestolen. En dan de vlaggenmast ook weggehaald, dus dat is echt baldadigheid. En ik denk als je individuele mensen vraagt, waar wij misschien nog niet eens van gehoord hebben, dat die zich niet altijd even veilig voelen. Tegelijkertijd zijn er ook, wordt er heel veel gedaan, zijn heel veel organisaties positief zijn. Dus het is maar net wie je vraagt, denk ik. Maar er moet wel meer gebeuren. Edwin zei natuurlijk al dat de vlag was gestolen. En ik denk niet dat dat iets met ons doet, maar omdat het niets meer met ons doet, maar dat wij al denken het is normaal, het wordt wel eens vaker gestolen. Dat doet het meeste met je.